Kort. Ja. Ik sta in het politiebureau Berestijnlaan en ik zie dat jullie gesloten zijn. Ik kwam er eerst niet binnen. Wat is de reden precies? Nou, we zijn wel open voor de noodhulp. We doen de eerste zorg doen we sowieso voor onze burgers. Maar wij zijn aan het staken voor een betere cao. Ja. Liggen zeg maar op dit moment zijn we midden in de cao-onderhandelingen en het loopt niet zoals wij het willen. Er zijn natuurlijk een heleboel zaken die zeg maar minder worden. Er wordt gezegd personeel kan binnen blijven, dat is natuurlijk heel positief. Maar ja, het politiewerk vergt ook veel mankracht. En ook kwalitatief goede mankracht. En we willen het ook wel voor betaald krijgen. Want wij gaan eigenlijk naar een incident waar iedereen wegrent. Daar moet de politie naartoe. En ja, dat is best wel zwaar. En wij willen ook gewoon normaal leven hebben. En we willen het daar ook voor betaald krijgen, dat wij gewoon een risicovolle baan hebben. En we willen ook net ons gezin kunnen onderhouden, zowel sociaal als financieel. Dus daar gaat het om. Ja, prima. Ik lees dat jullie eigenlijk ook veel te lange diensten moeten draaien. Heeft dat ook een beetje te maken met deze actie? Nou, we kunnen zeg maar als wij in de uitoefening van ons werk zijn, kunnen wij niet overwegen wegstappen bij een incident. Als er een aanrijding is en die loopt langer uit, dan wordt van ons verwacht dat we wegblijven. We kunnen niet zeggen, jongens, we hebben nu pauze. En dat doen we ook niet, dat willen we ook niet. Maar er zal toch een rusttijd tegenover moeten staan. Het kan niet zo zijn dat we continu pieken in onze tijdsbesteding. Oké. Nou, ik wens jullie heel veel succes en ik hoop dat dit zin heeft. Ja. Oké, dank u wel.